Yo, daar zijn we weer met een nieuwe unboxing. En dit wel met de Nvidia Shield, de nieuwe. Want ja, we hebben het al aangekondigd in een andere unboxing. Maar we hadden al een Shield en we hebben al uitgebreid de Nvidia Shield behandeld in een Gamersnet Gear. Maar er was een nieuwe controller uit. Echt net op dat moment dat we dat ding online zetten, zeiden ze van, hey, we hebben een nieuwe controller. En we vonden die oude controller ook een beetje log aanvoelen. En deze ziet er dus helemaal nieuw uit. Maar in plaats van dat ze alleen die controller toesturen, sturen ze gewoon helemaal een nieuwe Shield op. Op zich, helemaal geen probleem. Vinden wij ook helemaal prima. Dus wij gaan proberen deze alsnog te unboxen, want die vorige Shield hadden wij niet unboxed. Without further ado, trouwens, ik ben Tommy. Je kijkt naar een video van Gamersnet.nl. Weet je dat wel even weten? Ik bedoel, dat zijn wel van die belangrijke dingen. Anders denk je, nou, wie ben ik aan het kijken en waarom? Nou ja, wie? Tom dus, waarom? Weet ik veel, jij klikt deze video aan. Moet je mij in ieder geval gaan haten. Als je het niet leuk vindt, ga je lekker disliken, maar je bent zelf fout door die video aan te klikken. Oké, okay, punt gemaakt. Even without further ado. Ik heb nou die plakbandjes losgehaald en als het goed is, moet dit gewoon netjes aan loskomen als die plakbandjes even mee willen werken. Kom poepie, kom. Het is trouwens wel een zwaar pakketje ook. Het voelt nog best wel log aan, terwijl het dus zo'n minuscuul klein apparaatje is. En mocht je nog niet weten wat de Shield nou precies is en wat het doet. Het is een streamer, het is een soort caster voor gamers. Dus je kunt er een aantal games op draaien. Bijvoorbeeld nu ook de Tomb Raider uit 2013 is hier ook op uitgekomen. Maar ook allerlei Android spelletjes, want het is een Android apparaat. Ik weet het is Android, maar ik zei het verkeerd, dus so be it. Anyway, ga de Games en Dierkijkers er meer over willen weten. Want dit is hem dan dus. En ik moet ook zeggen, dit is ook weer een ander design als de Shield die wij hebben. Hij is nog kleiner geworden, maar wel weer iets breder heb ik het idee. En hij is duidelijk al een keer ingepakt, want er zit heel veel stof op het moment. Maar hij ziet er net iets anders uit. Qua poorten doet hij ongeveer hetzelfde. Maar hij is gewoon in zeg maar het aanzicht van bovenaf is hij een stuk kleiner geworden, maar wel iets dikker. Wat ik persoonlijk vind ik ook wel een mooie stijl. Vooral als je hem dan ook verticaal kan zetten. Al moet je daar dus weer een stand voor kopen die er los bij verkocht wordt. Dus dat is dan wel weer raar. Wat we wel meteen erbij krijgen, is de afstandsbediening. Die kreeg je er eerst niet automatisch bij. Trouwens, de prijs is ook verminderd voor dit nieuwe model. Maar de afstandsbediening is ook een klein beetje anders. Het komt erop neer dat het best wel een uitgebreide afstandsbediening is, omdat hij dus ook voice control heeft. En hier zit zeg maar je volumeregelaar. Dus een touch-based volumeregelaar. Dat is best wel interessant. Maar natuurlijk, weet je, een caster is leuk. Zet je onder de televisie, kun je Netflix, YouTube, van alles kijken. En dus ook je game streamen. Maar dat moet dan natuurlijk ook wel met een controller gebeuren. En daar draait het dus voor ons wel meer om. Want dit is namelijk de nieuwe Nvidia Shield controller. En die andere die vond ik een beetje log eruit zien. Maar nu, hij heeft een beetje van die geometrische patronen allemaal. Dat vind ik op zich best wel vet. De layout van de knop is ook een klein beetje anders. En hij voelt zowaar een heel stuk fijner aan, kan ik je al vertellen. Dus dat doet Nvidia echt goed. Ze hoorden ons van Gamersnet Gear zo van, hè? Controle niet goed, bam, meteen een nieuwe. En hij ligt echt veel beter in de hand. Maar kijk ook, vind je dat mooi? Vind je dat mooi? Want ik vind het echt super vet met al die geometrische vormen. Het is een beetje alsof je zeg maar een kleine dosering LSD op hebt en je naar een controller kijkt. En daar heb ik helemaal geen problemen mee. Met controles niet, maar ook niet met de LSD. Nou ja, anyway. Maar goed, dit is dan zo om en nabij het complete pakketje. Al zit er natuurlijk ook weer een boekje bij, USB-kabels om je controller en de microfoon afstandsbediening op te laden. Nog meer boekjes die ik niet lees, want ik ben een man en ik vind het zelf wel uit. Zo werken we nou eenmaal. En hier onderin vind je dan natuurlijk ook nog de power bank, zou je bijna kunnen zeggen. Want het is gewoon hier een volledige hoppatee aan power. Maar dus ook omdat het vrij internationaal is. Dat is trouwens wel leuk, mocht je er nog mee op reis gaan, je kunt ook gewoon in de UK rondkomen. Tenminste, of nee, sorry, dat lieg ik. Je kunt ook rondkomen in Amerika. Best wel handig. Maar ja, natuurlijk ook gewoon voor onze stekkerdozen. Prima, netjes. Kun je gewoon zelf er zo op klikken. Dat was overigens al bij de vorige Shield ook al, maar bij deze uitvoering. Ik weet niet, hij is goedkoper en ik vind hem er mooier uitzien. En de controller lijkt al stukken beter. Maar goed, we gaan het allemaal testen. Er komt ongetwijfeld nog een klein artikeltje over. En dan zie je het natuurlijk allemaal verschijnen op gamersnet.nl. En bij deze is dit zo'n beetje alles wat je in de doos van de Nvidia Shield kan vinden en wat je ervan kan verwachten. Hij was eerst €250, het oude model. Het nieuwe model is dus verbeterd, vernieuwd en gaat voor €225 op de kop. Afhankelijk ook van hoeveel intern geheugen je in de Shield wil. Maar goed, daar heb je het allemaal zo'n beetje. Ik was Tom van Gamersnet.nl, dit is de Nvidia Shield. Je gaat er binnenkort meer over weten. En tot snel, denk ik, op Gamersnet.nl. Cheers.